Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. We hebben te maken met wolkenvelden die over het land trekken en uit het wolkendek valt ook af en toe wat lichte regen of motregen. Het is daarbij een graad of 17 vanochtend. Vanmiddag wordt het 19 tot 21 graden, niet heel erg veel warmer dus. Daarbij waait een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten. In de loop van de middag zal het wel wat vaker droog worden. De neerslag wordt wat meer buig van karakter. En in het noorden breekt misschien nog even de zon door. Vanavond zal het droog weer op steeds meer plaatsen gaan overheersen. En dan komen er ook overal wat meer opklaringen. Het koelt af tot een graad of 18. Dan morgen hebben we te maken met een warmtefront wat over het land trekt. Het gaat gepaard opnieuw met veel bewolking, maar af en toe breekt ook even de zon door en er vallen een aantal buien. Zoals de naam al zegt, een warmtefront brengt warmere lucht met zich mee. Het wordt 21 tot 24 graden en de dagen daarna gaat de temperatuur nog verder omhoog. Donderdag wordt het 23 tot plaatselijk 30 graden en ook vrijdag is het warm met 26 tot 30 graden, daarbij veel zon. Zaterdag wordt het weer koeler met een graad of 22 en een aantal buien. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl